zit dan maar één uitweg. Wanneer Louisa haar baan kwijtraakt, gaat ze aan de slag als wilsverzorger. En het duurt niet lang voor de tegenpolen botsen. Als ze ontdekt of het wil voor ogen heeft, besluit Louisa alles op alles te zetten om haar vertrouwen. Zinderende trilogie die in Amerika en Engeland al miljoenen vrouwen in vuur en vlam heeft gezet. Toen Anastasia Steele de gedreven en getraumatiseerde zakenman Christian Grey voor het eerst ontmoette, ontvlamde er een sensuele affaire die hun beide levens voorgoed zou veranderen. Anna wist altijd al dat het niet gemakkelijk zou zijn om van Christian Grey te houden, maar nu zocht de relatie wel allerlei onvoorziene uitdagingen. Ze moet Anna leren omgaan met Christians extravagante levensstijl zonder haar eigen integriteit of onafhankelijkheid te verliezen. En moet Grey zijn dwangmatigheid zien te bedwingen en de gruwelen uit zijn verleden gaan accepteren. Nu ze eindelijk samen zijn, leven ze in een wereld vol liefde, passie, intimiteit, rijkdom en eindeloze mogelijkheden. Maar juist op het moment dat ze het geluk in handen lijken te hebben, dreigt het noodlot om de zwartste nachtmerries werkelijk te maken. Bij deze boek alsnog, ja of nee? Nee, niet jouw team. Oké, dan leg ik hem weg. Thursday Farrell hog on his trail and overbed church Judy Love and best friend riding shotgun, but no Catherine's. Colin is on a mission to prove the theorem of underlying Catherine predictability, which he hopes will predict the future of any relationship. Avenged Dumbies als je nog een beetje niet zo goed bent in Engels.
onzekere, charmante en slimme jongen ook wezen, melancholiek en kunstzinnig. Twee totaal verschillende jongens met dezelfde naam. Ze weten niet van elkaars bestaan, totdat ze elkaar tegen het lijf lopen op een bizarre locatie in Chicago. Vanaf dat moment raken hun levens in een stroomversnelling die uitmondt in een krankzinnige, flitsende musical. David Levithan en John Green zijn misschien wel de grootste jong aller schrijvers van de Verenigde Staten. In het boek hebben zij hun krachten gebundeld. John Green blies leven in wildgrazen. David Levithan schreef Will Grayson. Twee totaal verschillende vertelstijlen. En toch werd het een onlosmakend geheel waarvan je niet meer kon losrukken. Bij verschijnen in de VS schoot Will Grayson meteen de bestsellerslijsten in. Dus dit boek heeft in Amerika echt een goede review gehad. En ik kan deze echt aanraden. Zal ik hem apart leggen voor jou? Ja, dat komt goed. Oké. Ik heb trouwens vrij veel boeken voor je van John Green, aangezien die heel hip zijn nu. En dit is het laatste boek die ik kreeg. En we found. En dat is daar. Hiervan is ook een film geweest. En die film is heel succesvol geweest in de bioscoop. Het is ook deels opgenomen in Amsterdam. Dus dat is extra leuk om deze te lezen, aangezien het plaatje Amsterdam in voorkomt. Ik ga nu heel even de achterkant lezen. The New York Times, number one bestseller. Hazel werd 3 jaar geleden opgegeven. Maar een nieuwe medicijn rekt haar leven voor nog onbepaalde tijd. Augustus Kus heeft kanker overleefd ten koste van haar pijn. Vanaf het moment dat Hazel en Kus elkaar ontmoeten, lette geen ontspannen aan de zin er een aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niemands tijd om zijn. Ze zoekt om naar een mysterieuze schrijver van een lievelingsboek en vorstelijk